ben ik. Ik ben Lode van Buwel. Ik ben een vrienden op source supporter sinds tenminste 2005. Dat is de eerste dat ik kan terugvinden dat ik naar een FOS event ben geweest. Ik heb de HBO IT opleiding met de FOS in Eindhoven gevolgd, een international course. Dus ik ga de deur even dicht doen. Die heb ik gevolgd in het Engels, dus ik had allemaal internationale mensen op mij heen. Ik was in die tijd de enige die proficient was in alle drie DOS'en. En de enige die ook iets deed met iets meer dan alleen Windows en macOS 6. Ik heb, verder heb ik ook interesse in elektronica en hoe dingen in elkaar zitten en werken. Dat doe ik wat mee knutselen in mijn vrije tijd, voor zover ik die heb. Ik werk voor Non-Vitical. Daar ben ik een security-oriented DevOps, zoals wij dat zo leuk noemen. Ik doe daar code reviews, development van nieuwe modules, werken aan nieuwe login methodes, dat soort dingen. Verder ben ik module-maintainer. Ik meteen op dit moment drie modules op Drupal.org, de OAuth2 proxy module, de RocketJet module en de OAuth Discovery module. De RocketJet module is een manier om RocketJet te integreren in je website en de andere twee hebben te maken met OAuth2 en OpenID Connect. Verder was ik volunteer bij de eerste en tweede Drupal Training Day. En heb ik ook wat werk gedaan voor de Drupal Europe. Als gevolg van het anders heb ik ook, jullie mijn vraag met RocketJet, heb ik de RocketJet, DrupalJet.me service opgezet. Oorspronkelijk DrupalJet.eu. Dit is een chat cluster, een RocketJet chat cluster voor alle Drupal gebruikers die dat willen. Je kunt er gewoon een account op maken. En dan meestal op te vinden. Nou, waar ga ik het een beetje over hebben? Nou, we hebben in IT vaker het probleem van we hebben nog een webapplicatie, een technische webapplicatie. En die moet online, maar hij moet veilig online. Dus als we nou het gewoon aan het internet knopen, we weten dat het ding niet heel veilig is, of we zijn niet heel zeker van hoe veilig het is. Dus is het niet zo handig om dat direct aan het internet te hangen, want dan weten we dat hij binnen no-time gehackt is. Voor zo'n applicatie kun je verschillende tactieken manieren doen inzetten om dit te beveiligen. Een vrij standaard, wat oudere techniek is om wat heet TLS certificaten of SSL certificaten in te zetten. Dan niet alleen op de server, maar ook op de client. Het voordeel hiervan is dat dit altijd een vereiste is. Een andere manier om het probleem op te lossen is wat bijvoorbeeld bij de grote webjongens hebben gedaan, ontwikkeld, is OpenID Connect en OAuth2. Dit zijn twee technologieën die samenwerken. Het is, ieder van deze technieken heeft zijn voor- en nadelen, limieten, daar ga ik het een beetje over hebben. En een van de dingen die, van die limieten die een beetje out of box is, is federatie hiervan. Oftewel, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet alleen mijn login zelf regelen, maar ook de login bij iemand anders kan laten regelen. Ik ga een beetje duiken in welke technologieën zijn hier dan in het spel. En ik hoop iets van verhaaltjes te kunnen verzinnen of wat voorbeeld van hoe het werkt dat jullie ook kunnen volgen. Want, ja. En dan hebben we nog een closing question and answers. Nou, als eerste het probleem. En we hebben een webapplicatie. We weten niet of deze veilig is, of die voldoet aan alle eisen die hiervoor zijn. Maar we willen het wel dat de klanten het kunnen gebruiken, want er is nog geen budget voor een nieuwe. Of we zijn nog in de ontwikkeling van een nieuwe. Nou, dan, dit is allemaal nog
technisch probleem. Dan hebben we ook nog het technische probleem van hoe gaan we vertrouwen verdelen. De distribution of trust. Standaard hebben we dat we clients, browsers, die vertrouwen we niet, tenzij we reden hebben om deze te vertrouwen. Een certificaat is bijvoorbeeld van wanneer je dat wel hebt. Maar naast deze technische problemen hebben we ook nog organisatorische problemen. We hebben te maken met bijvoorbeeld overheden die regels gaan toepassen op ons werk of die ons restricties opleggen. Dan moet je denken aan de GDPR of de AVG die vereist dat we de persoonlijke data op een goede, secure manier mee omgaan en zorgen dat er geen privacyvlekken zijn. Zo zijn er ook andere regels, internationale verdragen, sancties, allerlei van dit soort rare dingen waar die overheden ons opleggen of organisaties ons opleggen voor dit probleem, waar technisch gezien geen issue is. Dan een voorzet hiervan is dat je hebt ook een libel, een legal probleem. Namelijk, je kunt een contract hebben waarin staat van je moet ervoor zorgen dat dit stukje data dat gegarandeerd veilig is opgeslagen. Maar wat is gegarandeerd veilig? Wanneer hebben we dit? Nou, dat moeten we dus techniek gaan inzetten waarmee we laten zien dat het gegarandeerd veilig is opgeslagen. Een veilig in dit geval kan ook slaan op het integriteitsstuk. Dus is deze stuk data volledig gekoppeld met wat de bedoeling was? Of zit iemand misschien te klooien in via man in the middle dat die data erin gaat zetten of iets anders? En als laatste hebben we ook nog het confidentiality probleem. Hoe garanderen we de privacy en hoe voorkomen we dat mensen data eruit kunnen sniffen? En dan maakt het niet uit om wie dat gaat. Gaat het om een overheid, gaat het om een criminele of gaat het om een browser extension of een internet service provider die dingen loopt te doen wat we niet willen? Nou, om hier iets tegen te kunnen doen, stel ik voor om wat ik noem een gatekeeper in te zetten. Dat is, we hebben dus de browser van de client. Hebben we de server, in dit geval onze gatekeeper, die controleert wat wel en niet wil mag. En dan hebben we daarachter hebben we deze onveilige webapplicatie. Waardoor de gatekeeper, die ertussen zit, kunnen we garanties bouwen over de authenticiteit en de autorisatie van wie naar binnen komt en wat die dan mag. Dus dan hebben we een derde service erbij, de autorisatieserver, die controleert dat dit allemaal werkt en doet wat wij willen dat het doet. Nou, dat is leuk, zo'n gatekeeper, maar hoe bouwen we dat dan? Nou, de traditionele manier om dit te doen is door middel van wat heet client-side certificates. Dit zijn van die dezelfde techniek voor de certificaten dat we inzetten voor HTTPS, alleen dan vanaf de andere kant. Dus de browser die vraagt op het moment dat je verbinding wil maken van dit ben ik, wie ben jij? En dan moet je certificaat aanleveren om te laten zien wie jij bent. Dit werkt heel robuust, heel goed. Het is veilig. Je kunt er echt van uitgaan dat dit systeem werkt, zolang je de Certificate Authority, degene die het certificaat heeft gemaakt, kunt vertrouwen. Het voordeel is wel dat de server die geeft alleen maar data door aan de applicatie als je iemand bent. Dus als je zo'n certificaat hebt, er is geen mogelijkheid om data in de applicatie te krijgen zonder dat je een account hebt. En dat is wat we uiteindelijk dan willen. Risicovolle webapplicatie willen we beschermen en die hebben we hiermee dus beschermd. Het is wel een setup die wat meer voet in de aarde heeft. Je moet
iets doen met een public key infrastructure, iets als een certificate authority hebben of opzetten of delen met iemand. Dus het is een ingewikkelde set die je nodig hebt en is niet altijd even flexibel, want hoe ga ik overweg met dat ik iemand heeft een toegang gehad en die moet nou ingetrokken worden? Of iemand heeft toegang en die moet meer rechten krijgen. Het zijn allemaal dingen die we moeten opzetten voordat dit goed en stabiel werkt. Een andere techniek die we kunnen inzetten is OpenID Connect. En OpenID Connect gebruikt onder water OAuth 2. En deze twee vullen twee verschillende rollen binnen het autoriseringsproces. OAuth 2 vertelt of je iets mag doen. Zegt alleen niet wie jij bent. OpenID Connect zegt wie jij bent, maar zegt dan niet wat jij mag doen. Dus deze techniek samen zorgen ervoor dat ik weet wie jij bent en wat jij mag doen. Het werkt met zogenaamde identity providers. Dus je hebt een centrale plek waarop een identity, een paspoort van de gebruiker of systeem staat met wat die mag en wie het is. Het is web-oriented, dus het is echt opgezet voor websystemen waarbij je dus te maken hebt met dat je het netwerk niet kan vertrouwen en dat je machine kan in Europa staan voor de login en in China staan voor gebruik en allerlei van dat soort andere rare randverschijnselen. En maak gebruik hiervoor van wat heet JSON Web Tokens of JWT. Het is oorspronkelijk opgezet door Google en Facebook en Microsoft in samenwerking met de IETF, de Internet Engineering Task Force, onder de OAuth Working Group van de IETF. Het is dus solide technologie ingezet door de grote jongens, die betekent dat je altijd een redelijk verse gebruikersinfo hebt. Bij de TLS heb ik een certificaat, die moet door iemand geïnstalleerd worden op mijn machine. Of op mijn mobiele telefoon of op mijn server. Bij dit heb ik een loginpagina en krijg ik op dat moment een token. En die token kan ik dan beperkt tijd gebruiken en dan heb ik een nieuwe nodig. En die kan ik weer bij die login provider krijgen. De flow van hoe dit dan werkt is dat je begint als client, als browser, begin ik met ik wil iets hebben van mijn onveilige webapp. Bijvoorbeeld de indexpagina. Nou, die request wordt opgestuurd naar de server, dus de gatekeeper. Die zegt van ja, wacht even, wie ben jij en wat mag jij? Dus die stuurt jou terug en zegt ga maar eerst eens even inloggen bij mijn identity provider. Nou, dat is goed. Redirects, kom ik al heel veel uit. Ga naar de loginpagina van de identity provider. Komt eraan en of, afhankelijk van of je ingelogd bent op de identity provider, krijg je gelijk je token. Of moet je eerst inloggen, krijg je dan een token. Deze token is een inwisselingstoken. Die stuur je dan op naar de gatekeeper. Op dat moment dat de gatekeeper deze code ontvangt, deze token, neemt hij zelf contact met de identity provider via een andere weg en vraagt hij op: ik heb iemand met deze code, komt hij binnen, wie is het en wat mag hij? En de provider zegt: ja, dat is Henk, die is hier net binnengekomen en ingewacht. Dit is wat Henk, wie Henk is en dit is wat hij mag, alsjeblieft. En deze informatie kan de gatekeeper dan doorgeven aan de applicatie via een middeling, bijvoorbeeld via HTTP-apps. Zodat de applicatie ook weet van dat Henk is ingebracht en dat Henk zijn account nummertje 26 is. En vanaf dat moment geeft de gatekeeper contant gewoon door middel van de
user token en de bearer token, zoals dat wordt genoemd, door aan de gatekeeper van ik ben ingelogd en dit is mijn token. En die kan dan zien aan de token van dat je ingelogd bent, wie je bent en dat je nog, hoe lang je nog ingelogd mag zijn. Nou, deze systemen die zijn allebei op zich prima, verlies systemen. De TLS is wat ouder dan OpenReconnect, maar zijn allebei wel ingezet in grote corporaties en in kleinere scripts om logins te beveiligen en om applicaties te beveiligen. Maar wat zijn nou wat beperkingen, wat limitations hiervan? Bij TLS heb ik het als eerste het probleem van de deployment of secrets. Ik moet een manier hebben om het moeder, het servercertificaat, in de server te krijgen met de key erbij. En ik moet het kindcertificaat, de client certificate, in de browser zien te krijgen met zijn key. Hoe ga ik dat doen? Ik heb geen standaard methode om dit te doen, dus om dat te doen heb ik alleen maar de optie dit handmatig installeren bij de eindgebruiker. Of een deployment strategie hebben waarmee ik dit kan doen. In Active Directory kan ik dit doen door middel van deze acties geforceerd uitvoeren voor iedere gebruiker. Dat is niet altijd een optie voor iedereen en in een corporate setting is het niet direct een probleem, maar ja, vrij zo werk. Naast het probleem van de deployment of secrets heb ik het probleem van access en revoking. Het krijgen van access is niet zo moeilijk, het is gewoon het krijgen van je eerste certificaat. Maar wat als ik nou meer rechten nodig heb? Hoe krijg ik die? Is het een nieuw certificaat dat ik moet krijgen? Of moet er iets veranderd worden bij de server? Of wat? Dat moet je allemaal opzetten, daar moet je allemaal over nadenken. Allemaal strategieën voor uitwerken om dat voor elkaar te krijgen. En als we het hebben over toegang. Het belangrijkste daarvan is nogal, wat als ik toegang moet intrekken? Revoking van access. Dit is nog moeilijker, want ik kan zonder, als ik niet heb opgezet van tevoren, kan ik niet de certificaat zomaar intrekken, dus zonder ze allemaal in te trekken. Dat is meestal niet zo praktisch. Dus ik moet een manier opzetten om een specifiek certificaat te kunnen intrekken. Maar dan moet ik hem ook bijhouden en weten wie welk certificaat heeft en al dit soort problemen. En als laatste heb ik voor het TLS ook nog het probleem van wat heet cryptographic weaknesses. En dat heeft mee te maken dat niet alle sleutels zijn gelijk. En ik word niet beperkt in welke ik gebruik. Zolang mijn library de sleutels type en dichtheid ondersteunt, dan kan ik die gebruiken. Dan hebben we wel het probleem van dat een aantal jaar terug, in Debian bijvoorbeeld, heeft iemand per ongeluk debugcode gecommit en die heeft een aantal jaar in het OpenSSL pakket van Debian gezeten, waardoor de seed waarmee gegenereerd werd altijd nul was. Oftewel, de hoeveelheid variatie in die sleutels, die was heel beperkt. Volgens mij iets van 48 bits, zeg ik aan mijn hoofd. Dat betekent dat ik kan daarvoor de key kan predicten door gewoon te brute force op al die mogelijke sleutels die in de keyspace nodig zijn. Omdat de keyspace klein is, dus de ruimte waar de mogelijke waarden van de key zijn beperkt, kan ik het gewoon brute force. Dus dat zijn allemaal van die dingen, allemaal van die valkuilen waar ik rekening mee moet houden. Nou, OpenID Connect heeft ook zijn beperkingen. Daarbij zien we beperkingen zoals dat je moet gebruik maken van redirections. En redirections, daar heb ik een limiet aan, van hoeveel browser die je wil toestaan. Ik heb geen invloed daarop verder. Ik moet ook rekening houden met proxies en andere hops in de chain die je route in de eten kunnen gooien wat dit betreft. Ik heb ook het probleem van access en revoking hiervan, als in, zolang mijn token geldig is, verandert mijn access niet. Behalve als ik iets opzet dat die token geforceerd
ongeldig maakt. Nou, er zijn wel middelen voor om dat te kunnen doen, maar je moet wel weer opzetten, je moet wel weer registreren, je moet weer bijhouden. En als laatste limitatie voor OpenID Connect heb ik het probleem van, ik ben gebonden aan een identity provider. Dus ik heb mogelijk een single point of failure in mijn webapplicatie gemaakt. Daar kan ik weer voordeel uittrekken door dezezelfde identity provider of extern te maken van mij, of door er meer plekken in te zetten, waardoor ik meer redundantie kan inzetten en daarmee het probleem voorkomen. Maar ik ben er wel afhankelijk van. Stel, ik maak een OpenID Connect verbinding waarbij je in moet geklokt zijn bij Google en Google login ligt eruit, kun je niet inloggen bij mijn webapplicatie. En ik kan er niet maken dat het wel kan. Ik moet wachten tot Google zijn probleem gefixt heeft. Het voordeel is, ik hoef niet zelf het probleem te gaan oplossen. Ik hoef alleen maar te wachten tot Google zijn probleem gefixt heeft. En de kans dat Google zijn probleem nog eens snel gefixt heeft, is veel man hoger dan dat ik dat zelf doe. En dan wil ik het nog hebben over Federation, over het federeren van login. Dus op het internet is het vaak wel handig als ik een login heb op een website, maar dat die website niet weet waarmee ik inlog. Of tenminste, hij weet niet wat mijn login is. Maar hoe kan dit? Nou, ik kan een OpenID Connect provider als relaypartner inzetten, dus dat ik daarop moet inlog zijn, maar die is van de websitehouder. Maar om daarop in te loggen, kan ik maken dat je moet ingelogd zijn bij Google, GitHub, Facebook, Apple, whatever, een van de providers die dit hebben, of allemaal. En daar ben ik dan oorspronkelijk ingelogd. Ik ben dus die login, die is dus gefedereerd naar mijn eigen login server, die dan weer doorgeeft aan mijn lokale applicatie. Dat betekent dat ik helemaal niks meer maak met bijhouden van wachtwoorden en allerlei andere dingen die ik alleen maar kan lekken en dus een probleem kunnen zijn onder GDPR of onder andere dingen. Ik heb minder resources ervoor nodig. Dus ja, een andere techniek die in sommige use cases zeker het overwegen waard is. Iets anders wat ik met OpenID Connect kan, want de standaard in zich heeft, is het fenomeen discovery. Dit is echt, dat is geniaal. Met auto-discovery kan ik zeggen, oké, ik heb hier een identity provider. Dit is een link van zijn discovery. Applicatie, zoek uit hoe je daarmee verbindt. En dat doet hij. Want via dat standaard endpoint hoeft hij alleen maar op te halen hoe werken de tokens of tokens zijn er, wat zijn de endpoints voor de verschillende informatie. Als je het eenmaal opzet kun je zelfs maken dat die maakt de client key en de client secret die je nodig hebt voor de cloud werken, daarmee exchange worden via een weg. Ik heb verder daar geen omkijk naar. Als ik dat ding verander van locatie, domein, whatever, kan ik gewoon doorvoeren. Ik kan zelfs invullen dat die nu niet meer zelf de identity provider is, maar een relay naar een andere. Via deze auto-discovery kan ik ook aangeven wat bijvoorbeeld mijn logout URL is, of de URL waar mijn gebruiker naartoe wordt gestuurd, op het moment dat een logout wordt gedaan. Dus kan ik centrale logout regelen. En ik ben op een van de satelliet sites ingelogd. Log uit, ben gelijk op alle andere ook uitgelogd. Hetzelfde geldt voor revoking van access en revoking van privileges. Dat zijn er gewoon mogelijkheden. Die zitten daarin dat je dat distribueert op deze manier. Dus heel makkelijk, heel laagdrempelig eigenlijk. En een voordeel wat we hiermee hebben is dat we dus wat heet de proxies of relays kunnen inzetten om met weinig
centrale plekken voor loggegevens zijn, toch heel veel verschillende satellietsystemen kunnen onderhouden en zorgen dat ook al gaat er eentje in de keten even down, mensen toch nog kunnen doorgaan, want ze hebben nog steeds een actieve token voor de intermediate en dus kunnen gewoon nog steeds gebruik blijven maken van de applicatie, zelfs opnieuw inloggen. Ik heb nu een paar technologieën genoemd. Ik ga even een beetje inzoomen op wat zijn deze technologieën en hoe kunnen we dit inzetten. De eerste is OAuth 2. Kent iedereen hier OAuth 2? Ja. OAuth 2 is heel interessant, want het werkt dus met meer dan alleen maar heb ik toegang of niet. Ik heb zelfs specifiek aanvragen van de middel van de commands en de scopes. Ik wil toegang hebben tot de username, zijn e-mailadres en zijn favoriete plug. Dan krijg ik allemaal een scope voor en dan kan ik dan allemaal kijken. Allemaal de master plug heb ik dus beschikbaar in mijn applicatie. En kan ik dus gebruiken. Maar als iemand geen toegang heeft bijvoorbeeld zijn favoriete kleur, dan prima. Krijg je de defaults terug. En dit is een flexibiliteit die je met andere loginsystemen eigenlijk vaak mist of moet toevoegen op een of andere manier. En hier zit het gewoon in de doos. OAuth 2 is gespecificeerd zelfs in de RFC. RFC 6749, mocht iemand het willen weten. En een van de dingen die het dus doet onder water, is het maakt gebruik van TLS-certificaten. Die heb ik eerder TLS-certificaten gewoon los gebruiken. Het voordeel hiervan is dat deze TLS-certificaten, als ze ingepakt zijn in die JSON-web-tokens, en zo opgezet zijn dat ze voor heel korte duur zijn, er zit een mechanisme in om ze uit te wisselen en om ze te revoken en al die dingen zitten er gewoon in. Dus ik heb eigenlijk het voordeel van een login die encrypted is, die beveiligd is, zonder de moeilijke setup die ik aan de andere kant heb met puur TLS-certificaten. Er zitten ook wel voordelen nog steeds aan TLS-certificaten los, maar dat is dus afhankelijk van je setup, van wat je doel. Nou, OAuth 2 hebben we dan, we hebben authorisatie, dan hebben we OpenID Connect. OpenID Connect die is een toevoeging op de autorisatie van OAuth 2. Die voegt een eigen scope toe en heeft de autoriscovery optie. En wat die doet is, hij geeft dus jouw user mee. Je geeft een standaardlijst met claims die je mee kunt krijgen. Alles van wat is je e-mailadres, is je e-mailadres gevalideerd, wat is je telefoonnummer, is het telefoonnummer gevalideerd, is je adres, allerlei verschillende claims zitten er al in. En je kunt er ook nog je eigen toevoegen. Dus een heel mooi standaard frameworkje dat een probleem gewoon voor je oplost. Nou, om dit te kunnen gebruiken, gebruik ik in een demo die jullie niet te zien zullen krijgen, helaas. Gebruik ik meestal Nginx met Lua, en omdat ik een beetje lui ben en in ons al gedaan heeft, OpenResty. OpenResty is gewoon Nginx, pre-compiled met Lua en een aantal andere libraries. En die maakt het heel makkelijk om te gebruiken. Dit is waarom gebruik ik Nginx? Wij gebruiken bij ons in het bedrijf van GitLab. Gebruik over het algemeen sowieso Nginx. Voor je performance en omdat hij in de single manier van setup veruit de voorkeur heeft. En ja, verder zijn er weinig concrete verschillen tussen de verschillende web server pakketten. Dus pak ik eentje die gevalideerd is en gegarandeerd is dat die ook goed werkt. Deze techniek die ik hier gebruik, is ook te gebruiken in Apache. Je hebt een Apache Lua module, waardoor je dit ook kunt doen in Apache als je dat zou willen.
Ik gebruik voor mijn authenticatie de Lua REST OpenIDC module van SmartZone. Die heeft deze module gemaakt en bespaart mij dus werk van ik ook niet meer te doen, iemand anders gaat dit wel onthouden. Ja. Ik wil het niet kunnen zien, maar om de configuratie te doen in mijn operatie voor het toevoegen van OpenID Connect, daar is dit stukje. That's it. Dus ik ga met een paar regels, configuratie, kan ik het toevoegen. Maar wat voor dingen heb ik hier dan in staan? Ik heb hier in staan de redirect URI, dus de plek waarna ik terug word gestuurd als ik ben ingelogd. Of in ieder geval, ik krijg een token om verder te gaan met mijn inlogproces. De discovery URL, dus waar kan ik de informatie over? Hoe moet ik is OpenID Connect hier opgezet op deze login provider? De client ID en de client secret. De scopes die ik wil hebben. En dan basale dingen als refresh interval en moet de SSL valideren en de timeout. Dat is allemaal vrij standaard. Bij de vhost krijg ik dan er nog bij dat ik moet zeggen van ik wil dat toegang voor de location zelf is een access by Lua blok of file. En daarin staat heel kort van een configuratie. Hier gebruikt de operatie die OpenIDC module en authenticate. En als dat succesvol is, dan gaat hij door. En als hij niet zo is, dan heb ik een error. En bij de error return ik een 500. En bij de succesvol ga ik gewoon verder. Zet ik de header voor wie ze hier wordt. Dus dat komt neer op zo'n stukje. Deze slides zijn overigens dadelijk ook beschikbaar op het internet, dus mocht je weer terug willen kijken, ik zal jullie er dadelijk een URL mee geven waarmee dat kan. Als OpenID Connect provider gebruik ik Drupal. Waarom? Ik ken Drupal, ik werk heel veel met Drupal. Stabiel en de OpenID, de OV2 server module is een goede. Goed onderhouden module waarin dit geïmplementeerd is. Verder heb ik een extra module bij gemaakt om auto-discovery te laten werken. Dat is de OpenID Connect auto-discovery module. Hierin kun je, wordt gezorgd dat de keys die je nodig hebt om te valideren, dus public keys, dat die daarbij kan en dat die discovery hier helder is en dan alle dingen zien zal staan. Dus vrij simpel, je kunt er nog veel meer zouden mee kunnen als iemand zoiets heeft van ik wil dit erbij. Ja, doe een patch op die module. Als die ook hier uitziet, de vroeger door, staat hij de volgende keer staat hij gewoon TO erbij. Als voorbeeld van een OpenID Connect consumer. Had ik willen inzetten Rocketjet, Rocketjet ervaring, en heb ik de Drupal integratie in Rocketjet geschreven en wat ik al aangegeven de Drupal module om Rocketjet via dus een REST API te kunnen aanspreken. De Drupal integratie houdt in dat je in Rocketjet krijg je een, ik kan dat waarschijnlijk wel zien hier. Deze blauwe druppel knop krijg je dan vrij. Daar kun je op drukken. Dat zal niet heel veel doen in dit geval. Dat zal het doen. Dan word je dus doorgezet naar je OpenID Connect provider. In dit geval kan je die vinden, want die staat niet op deze machine. En hiermee zou je dan een login scherm van druppel krijgen. Of als je al ingelogd bent en je hebt al toestemming gegeven. Gewoon direct een token en word je daarna ingelogd bij de Rocketjet applicatie. Ja.
Ja, ik kan ook een insecure webapplicatie laten zien, maar dat werkt dus meer ook niet echt. Maar als voorbeeld, als gedachtevoorbeeld dan, stel je hebt een webapplicatie en daarvoor moet je weten wie, wat de naam is van wie is ingelogd en wat zijn wat een ID is van wie is ingelogd. Nou, dan kun je door middel van twee huizen te voegen, username en user ID, iets dergelijks, kun je doorgeven naar de applicatie. Je zet het aan de gatekeeper, zeg je, mag alleen door als je ingelogd bent. En dan wordt die helles gezet en de applicatie laat gewoon zien, welkom Pietje met user ID. En dan had hij als eigen ding, had hij met user ID 5 op dat jij hier deze user bent met deze mogelijkheden. Om het geld even bij elkaar terug te brengen. Waarom willen we een login hebben? Nou, we willen een extra veilig login hebben, want we kunnen de webapplicatie die we hadden, kunnen we niet meer vertrouwen, om wat voor reden dan ook. Deze willen we dus beveiligen met een login waarvan we gegarandeerd kunnen zijn dat alle calls na de applicatie gedaan worden door een geautoriseerde gebruiker. Waarom OAuth? OAuth 2 en OpenID Connect gebruik ik omdat dit een bewezen veilige internetveilige technologie is die het mogelijk maakt om met heel weinig effort vanuit mij om user trust te verspreiden en ook te kunnen revoken als het nodig is. En als laatste, waarom Drupal? Nou, Drupal is heel goed in user management, zeker als het gaat om velden toevoegen aan de user en allerlei verrassingen, permissies en rollen. Session starts in 10 minutes. Ja. En daar heb ik toch wel gekozen. Nou, dat was mijn presentatie. Zijn er nog vragen? Ik zie vragen. Tijd voor één vraag. Eén vraag? Nou, ik had beloofd dat ik nog een adres zou geven waarop je deze kan terugvinden. Ik heb een site gemaakt dat heet min.login.nl. Ik zal er even toe gaan. En zoals je ziet, ik heb deze proces een keer eerder gegeven op SegWest. Hier zal ik binnenkort de links ook van deze presentatie die ik nu had willen laten zien en de video tegen die beschikbaar is van deze sessie, zodat iedereen die dat wil dat kan zien. Dat was mijn presentatie. Nou, als er vragen verder zijn, dan wil ik in ieder geval bedanken voor je sessie. We hebben nog een cadeautje voor je. Kan je zelf als nerdy, met nerdy recepten, geeky recepten, kun je zelf aan de slag thuis. Dan kan je geven. Dankjewel voor de mogelijkheid om hier te staan. Ja, soms zijn wij er, of voor mij zou het mijn collega maar niet zitten. Dus.